We hebben vandaag deze sloffers haken. Je kan hem op verschillende lengtes haken. De lengte die ik nu gehaakt heb is precies één bol Truly Scrumptious. Daar hou je nog een heel klein beetje aan over. Dan zou je eventueel nog twee kleine pomponnetjes aan kunnen maken voor aan het randje hier. Ik laat het gewoon opzij liggen. Ik ga het niet doen. Ik vind de sloffers zo leuk op deze manier. Ik heb deze op 60 steken lang gezet. Je kan hem ook op 50 steken of 70 steken lang maken, net als jij wil. Maar met 60 steken weet ik zeker dat je één sloffer uit één bol haalt. Dus je hebt twee bollen nodig, twee bollen Truly Scrumptious om één paar sloffers te kunnen haken. We gaan dus beginnen met een ketting op te zetten van 60 lossen. Dus we gaan gelijk de maat maken die ik jullie liet zien. 60 lossen. En dan haak je nog één keer los erbij. En dan gaan we starten met de basis te haken voor de eerste toer van de sloffers. Je haakt, als je 60 steken hebt, haak je 55 halve stokjes per rij. Je slaat de eerste losse over hier vanaf je haaknaald en in de tweede haak je een halve stokje. Dus deze sla je over en hier haak je een halve stokje in. Dat is de eerste. Hier is de tweede. En de derde. En zo haak je door tot je 55 halve stokjes hebt gehaakt in de ketting van lossen. Ik heb mijn 55 halve stokjes gehaakt en ik heb nu nog 5 steken over. En in die 5 steken ga ik iedere steek voorzien van 1 vaste. Dus 1, 2, 3, 4 en nummer 5. 1 losse en dan keren we het werk. En nu gaan we de basis haken van het van de sloffers. Je gaat de eerste 5 steken ga je voorzien van een vaste in de achterste lus. En dat betekent ook de eerste locatie meepakken. Dus dat is nummer 1, nummer 2, 3, 4 en nummer 5. En nu ga je alle resterende steken een half stokje haken in de achterste lus. Dus hier is de volgende. Eerstvolgende, dus steek nummer 6, zeg maar, haak je een half stokje in. Nummer 7, een half stokje in. Dus je hebt zo dadelijk heb je 5 vast in de achterste lus en 55 halve stokjes in de achterste lus. En dan zien we elkaar terug bij het einde. En dan gaan we de volgende toer samen haken. En ga ik je verder uitleg geven. Ik heb 54 halve stokjes. Ik wil nog even de laatste laten zien. Je kan hem hier natuurlijk onder twee lussen doordoen. Maar we gaan nog steeds in de achtste lus haken. Dus ook die laatste steek haak je in de achtste lus. Een half stokje. Nu gaan we een klein trucje doen. We gaan nu twee lossen haken en we keren het werk. Die twee lossen telt niet als steek. En waarom die twee lossen? Als ik nu zou zeggen ik keer met één los en ik zet gelijk een half stokje hier, krijg je hier geen rek meer in deze rand. En dit is nou precies de rand waar we wel rek omheen willen hebben, want die zit uiteindelijk om je been heen. Dus haak even twee lossen, keer het werk en dan ga je starten met toer nummer 3 met halve stokjes te haken in alle steken. Tot aan die laatste 5. Dus weer die 55 halve stokjes in de achterste lus. Zo. Als je even straks niet meer weet waar je eerste steek is, zet je hier even een stekenmarkeertje in. Dat is dus de eerste steek wat je gehaakt hebt hier. Dus niet die twee lossen, maar hier bovenin. Zet je daar even een markeerder in. Dan weet je dat dit straks jouw laatste steek is als je weer terugkomt. Je gaat nu dus 55 halve stokjes in totaal haken. En in de laatste 5 steken haak je hier 5 vast in de achterste lus. Ik heb mijn 55 halve stokjes gehaakt. En dan gaan we nog samen een keertje die laatste stuk doen. Hier, de laatste 5 steken haak je dus nog 5 vast in. Dus 1 vaste in de achterste lus van alle resterende 5 steekjes. Dus nummer 3, dus nummer 4. En die 5 die kan zich wel eens een beetje verbergen, maar dan moet je gewoon even het werk naar je toe draaien en dan zie je hier die laatste steek. Nummer
nummer 5. 1 lossen. Wat je nu gaat doen, is het toer 2 en toer 3 herhalen. Alleen, je moet even opletten, je met een toer 2 eindigt. Dus je moet eindigen hier bovenaan bij de halve stokjes eindigen, zeg maar. Als je daar bent en je hebt de breedte van jouw enkel, of in ieder geval iets hoger dan je enkel, zeg maar net waar die knokkeltje zit aan de zijkanten. Als je dit deel daaromheen kan zetten, dan ben je klaar. 16 toeren heb ik gehaakt voor deze sloffer. Dus je gaat nu dus nog 13 toeren haken. En dan zien we elkaar terug hier aan de bovenkant. En dan heb je deze breedte hier gehaakt dat om jouw been heen past. Hier zit straks je tenen en hier zit straks je been. Dus je kijkt hem als het ware zo aan. Hier is je voet, daar is je been. En die vouw je op. Dus dit deel, deze, moet om je been heen passen. Dus om je onderbeen, bij je enkel ongeveer. Als dus deze breedte hier om je enkel heen past, dan heb je een breedte zat. Waarschijnlijk zullen er bij jou ook 16, 17 toeren zijn. Dus let maar op, kijk maar. Maar bovenin eindigen. En dan gaan we daarna samen de lange lap omzetten tot een sloffer. Nou, ik heb het deel klaar. Ik heb 16 toeren gehaakt op 60 steken breed. Ik ben bovenaan geëindigd bij de reliefsteek achter, tenminste de halfstok achterste lus. En we gaan nu het geheel dubbel vouwen en tot sloffer haken. Wat je eigenlijk doet is gewoon het geheel dubbel vouwen. Je gaat van de bovenkant tot aan hier en dan het laatste stukje dichtstikken. En dan trek je naar binnenste buiten. Ik ga hier in de achterste lus. Ik heb wel mijn keer lossen gemaakt, zoals ik in het begin ook altijd heb gedaan hè, met de toer starten. In de achterste lus. En dan pak je die eerste lus hier op. Dat is de ketting waar je mee gestart bent. Dat is de andere kant van het verhaal, zeg maar. En die pak je op en dan haal je hem door. Ik heb even ingezoomd. Dus de achterste lus van de kanten waarin je nog gehaakt hebt. En de lus van de ketting. Haal je hem door en door. En een halve vaste. Nu ga je naar de tweede steek. Die ligt hier. Haaknaald door de achterste lus. En hier ga je naar de tweede steek. Haaknaald door de lus. Omslaan. En doorhalen. Dan ga je naar de volgende weer. Achterste lus. En hier de volgende lus van de andere kant van het geheel. Doorhalen. En doorhalen. Nou, dit blijf je dus herhalen tot je hier bent. En dan stik je het onderkantje dicht. Ik heb deze kant dicht gehaakt met halve vaste. En dan gaan we even de teendeel doen. Hè? Probeer gewoon een steek te vinden die tegenover elkaar ligt. En daarin je halve vaste te haken. Dus het is gewoon even op gevoel. Het komt niet zo precies nauw aan welke steek je daadwerkelijk pakt. Maar probeer gewoon de boel zo goed mogelijk sluitend te laten zijn. Niet dat je in ieder geval met je tenen doorheen kan prikken. Want dat zou een beetje jammer zijn van de sloffers. Zo, nou nog een paar steekjes hier nog eentje. Dus probeer een beetje de boel goed en wel te sluiten. En ja, dan maakt het niet zo heel erg uit of je nou een steekje precies tegenover elkaar hebt of niet. Dat is niet zo spannend met dit verhaal. Het zijn echt niet aan het werk sokken, het zijn echt niet aan het werk sloffen, het zijn echt sloffers. Dus die kun je lekker over je sok heen aantrekken als je thuis op de bank zit en toch nog wat koude teentjes hebt 's avonds. Want het voorjaar komt er wel aan, maar het is nog steeds niet super warm. En de gasrekening die wordt er niet goedkoper op momenteel. Dus dan zijn deze sloffers een ideale uitkomst. Heb je in ieder geval warme voetjes 's avonds op de bank. Wat wil je nog meer? Zo. Die is dicht. Wat ik meestal doe is 2 losse haken. Dan knip ik het draadje af. Dan haal ik het draadje door.
En wat ik doe is trek aan het draadje en ik schuif die twee halve, die twee losse, schuif ik op naar het werk. Wat er dan gebeurt is dat het zich compleet insluit en je ziet er niks meer van. Nou, dan stop je even die twee draadjes weg. Ik ga hem nu even binnenstebuiten keren. Een draadje haal ik later wel even weg. En je sloffer is klaar. Even het neus er goed uithalen. Randje omslaan. En je hebt je sloffer klaar. Och jongens, dit zit zo lekker warm. De sloffers zijn klaar. Ik heb totaal twee bollen truly scrumptious gebruikt. En haaknaald maat 6 mm. Van beide heb ik nog enigszins een stukje over. Dus je zou eventueel een 17e of 18e toer kunnen haken. Mocht jij toch wat meer ruimte willen hebben in de beenomvang, zeg maar. De meeste zullen met de 16 toeren daar komen. Als je het niet redt, haak gewoon een extra toertje. Maar zorg wel dat je van boven naar beneden de sloffer sluit. Ik hoop dat jullie genoten hebben van deze tutorial. We zien heel graag jullie creaties tegemoet in de Facebookgroep. De link staat hieronder in de informatiebox. Pakketjes kun je bestellen via onze website www.justdidi-design.com. Link staat ook richting het pakket hieronder in de informatiebox. Vergeet niet even op het belletje te klikken en je te abonneren. Want zo blijf je op de hoogte van toekomstige nieuwe tutorials. Ik wens jullie heel veel haken en draagplezier met deze sloffers. En graag tot een volgende. Doei!